Dat op die laatste aanname, ja, waarbij het bewijs werd gekanteld, zou ik maar zeggen. Precies. Hè, dat voor Arnold van gaat den Berg. Om Arnold van den Berg. En nou ja, kijk, wat wij eigenlijk als historici altijd doen, wij willen recht doen aan het verleden en recht doen aan de mensen in het verleden. En dat, hier is eigenlijk onrecht aangedaan. Hier is iemand geframed als dader op flinterdun bewijs. Ja. Ronnie Palas, jij bent journalist en zeer begaan in deze zaak. Volgt dat op de voet. Al was het maar omdat jouw overgrootvader lid was van die Joodse raad. Dus je kent als geen ander de gevoeligheden daarvan. Wat is volgens jou hier? Waarom ging het zo mis? Ja, hoe het zo mis is gegaan kan je natuurlijk niet helemaal reconstrueren tot het moment dat de uitgever en de agent in kwestie ook eens iets van zich laten horen. Ze hebben nu een excuses gemaakt, maar het is wel een beetje een lafhartig excuus. Want het was een brief, een e-mail, die alleen gericht was aan de auteurs van de uitgeverij. Ja, voor de orde, die mail kwam van de uitgeverij zelf. Kwam, hè, van de uitgeverij en was gericht aan de auteurs van de uitgeverij. En ondertussen staat er in die tekst die ze sturen dat ze de verontschuldigingen aanbieden aan iedereen die zich gegriefd voelt. Maar als je excuses aanbiedt aan iedereen die zich gegriefd voelt, dan kan je natuurlijk nooit je bericht alleen maar tot de auteurs van je eigen uitgeverij wenden. Dus